Het plein ligt er nu nog leeg bij. Maar als het aan wethouder John van Vught ligt, komt daar snel verandering in. Ja, we zien onszelf ook een beetje als Amsterdam-Zuid. Ik bedoel, voor een internationale toerist is een uurtje rijden, of vanaf Amsterdam een uurtje, maar vanaf Rotterdam een half uurtje, is dat heel kort. En ja, we hebben veel te bieden op een hele korte afstand van de steden die overlopen van de toeristen. Die busladingen Japanners mogen van de wethouder best naar het West-Brabantse afzakken. En om dat mogelijk te maken, hebben ze nu ook een stadspromotor in de arm genomen. Zij willen in eerste instantie de eigen inwoners als ambassadeurs inzetten. Ja, ik denk dat het inderdaad belangrijk is om eerst hier in de omgeving te gaan kijken, burgers trots maken, de omgeving die hier dan rondomheen zit en dan vervolgens ja, groter gaan denken natuurlijk. Maar volgens hoofddocent toerisme Co Koens van Breda University zijn busladingen buitenlandse toeristen niet altijd een goed idee. Je moet natuurlijk wel oppassen dat het niet een zuiver toeristenplaatsje wordt. Dat zag je dus ook afgelopen week bijvoorbeeld bij iets als Kinderdijk. Dat soort taferelen moet je niet willen. Ik denk dat het nog wel even zal duren voordat we daar zijn, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Volgens Koens is het vooral belangrijk om heel goed te kiezen welke doelgroep je aanspreekt. Goed opletten zeg maar, wat de kernkwaliteiten zijn, zeg maar, wat heb je te bieden en wat zijn de verhalen die je kan vertellen. Volgens de wethouder is er genoeg te doen. De Biesbos is maar een kort boottochtje weg en de haven is uitgebaggerd zodat ze er ook riviercruises kunnen ontvangen. We hebben daarvoor een speciale professionele steiger waar deze schepen makkelijk aan kunnen leggen. En ja, en dan zit je legt echt aan in de stad zelf. Dus het is ja, binnen 5 minuten wandelen sta je midden op de historische markt. Het stadje loopt op dit moment bepaald nog niet over van de toeristen. Merkt ook een van de weinige toeristen die de weg wel hebben gevonden. Je leest eigenlijk nooit iets over Geertruidenberg. Ik bedoel, het is dat we hier in de buurt zijn. Ze kunnen nog wel wat reclame gebruiken ook. Ja, dat vind ik wel, ja. Ze mogen best wat meer aan de weg timmeren, ja. Werk aan de winkel dus. De wethouder doet vast zijn best. Please visit us. You will see a beautiful town, 806 years old. A lot of hospitality and friendliness. So join us and we hope to see you soon.